VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. VVV probeert de draad weer op te pakken naar het zure puntverlies tegen Willem II en de verbanning van Peters en Tissou Dali uit de selectie. Zometeen de reacties. We kijken uiteraard vooruit naar VVV AZ, zondag in de Kool. Maar eerst de beelden van VVV Willem II. En de verkeerde terugspeelbal leidt tot de openingstreffer. Nee, dat wordt voorkomen door Branderhorst. Belangrijk is hij weer. Hunter weet het, dat is een buitenkansje. Had ik moeten benutten. Hunter. Hunter en de herkansing. Voor het doel is die. Die wordt gezocht, die wordt gevonden. En weer is het Branderhorst. Kopbal van Seuntjes. Recht op de doelman af. Zijn tweede redding in een paar minuten tijd. VVV doet zich hier tekort. Mooie voorzet hoor van Crooy. Dan moet de doelman eigenlijk alleen maar moeten vissen. Maar nu kon hij redden. Dus blijft het 0-0. Maar nu niet meer. Dan toch raak. Want hij dat al eerder liet zien van Crooy. Van grote afstand. Zijn derde van het seizoen. En het komt. U heeft meegekeken. VVV toe. Zo nu we dan eventjes de bal. Elan Koeri. Komt totaal niet uit de verf, ligt niet aan hem. Ligt aan de manier waarop VVV dat opvangt daar. En daar Oenestal voor de eerste keer in deze wedstrijd tot een redding dwingt. Van Crooy. Nu vanaf de linkerkant. Hopend op de rechterkant op Rutte. Moreno Rutte met de tijd voor de voorzet. En daar is Van Crooy, die kan goed schieten. Maar hij schiet hem niet te ver naar de hoek. En dan kan Branderhorst redden. Dat had 2-0 moeten zijn. Wat toveren ze uit de hoekschophoed. Uiteindelijk de 2-0 via Van Brugge. Ja, maar dit is niet meer ingestudeerd hoor. Die zit er wel fraai in. Maar als je hier nog gaat verkopen dat je dit allemaal hebt bestudeerd. Want dan valt de bal sowieso terug. En dan gaan we het sowieso doen. Ja, het zal wel. Maar Van Brugge en een hoekschop. Zo is het wel. Ja, bal van de lijn gehaald. En dan zit hij er wel in. Willem II terug in de wedstrijd. Ja, het moest uit een standaard situatie dan maar gebeuren. Azaoui is de man die de bal van buiten de 16 raakt. En dan is het in ieder geval qua stand weer een wedstrijd. Ook Betje is de man die de treffer op de naam krijgt. Het heeft even een aantal keren geduurd, maar nu legt hij hem dan toch op de stip. En heeft hij het dit keer bij het rechte eind. Voet blijft hangen bij Van der Linden. Leemans, goed voor 5 treffers dit seizoen. Kan de wedstrijd een stuk lastiger maken voor Willem II. En dat doet hij. 3-1. Leemans blijft rustig. En schiet zijn 6e van het seizoen binnen. En dus is de marge weer 2. En daar is het toch weer spannend. Ja, je kunt er niks van zeggen. Maar sinds hij hele wedstrijden speelt, scoort hij er op los, ook Betje. Niet dat Willem II er wat aan heeft tot nu toe. Maar hij komt daar keurig voor zijn man. Daar komt Willem II weer. Crowley. Kroeks. Naar de linker dus en de voorzet weer. Opmerkelijk hoe vaak hij dat toch mag doen. En daar is de gelijkmaker. Dan heeft VVV dat toch over zichzelf afgeroepen. En forceert Willem II toch nog een puntje, denk ik. Ook Betje met de hattrick. Teleurstelling bij de meeste toeschouwers. Want de meeste toeschouwers zijn VVV-fan. En dus schudden sommige spelers het hoofd bij VVV. Want hier had meer uitgehaald kunnen, schuine streep, moeten worden.
We hebben denk ik bijna alles goed gedaan. En we wisten dat Willem II zeker twee hele gevaarlijke spitsen had. Je zag ook dat onze centrale verdedigers echt de handen vol hadden aan die twee spitsen. Maar omdat we zo hoog druk zetten, werden zij niet gevaarlijk. Dus het was op 30 meter, 35 meter van doel. Ja, dan krijg je de eerste, de beste corner, die wordt van richting veranderd. En goed, dat kan gebeuren. Nou, dan maak je 3-1. Ja, dan denk ik dat Moreno in de hoek ongelukkig is met die overtraining. Want binnen een minuut is het 3-2. Ja, en hou je hun in de wedstrijd. Terwijl ik het idee had bij 3-1, nou, die wedstrijd is gespeeld. Hè. Willem II was aangeslagen. Ik had eerder het idee dat de 4-1 die gaan we eerder maken dan dat je een sign goal maken. Dus ja, dat was wel teleurstellend. Dat we gewoon te slordig waren met standaard situaties. Te makkelijk overtredingen weggaven. En eigenlijk door die standaard situaties hun in de wedstrijd terug lieten komen. Want eigenlijk was het gewoon knock-out naar de 3-1. Ja, maar wat ik al zei, door deze momenten brengen we hun terug en ja, dat was heel erg slordig. Het is natuurlijk wel een ongeschreven regel. Als je er zelf zoveel mist, dan, ja, dan krijg je hem vaak om je oren. Maar aan de andere kant hebben we ook een ploeg die altijd laat zien wedstrijden over de streep te kunnen trekken. Ja, dit was ook weer een scrimmage, een bal voor de goal. En, ja, die wordt natuurlijk teruggetrokken en hij valt binnen. Dus dat was wel. Je voelde dat wel een beetje aankomen, omdat we uiteindelijk ook niet meer onder de druk uitkwamen. Hè. Zij gingen alles of niks spelen, alle ballen naar voren pompen. Ja, dan hebben zij gewoon twee kwaliteitsspitsen. En ja, die hebben uiteindelijk het verhaal beslist. Hoe zuur is dat, het puntverlies? Nou, dat is heel zuur, omdat het niet terecht was. En omdat we denk ik misschien wel een van onze betere wedstrijden van het seizoen hebben gespeeld. Thuis, je wilt thuis weer een keer winnen. En die mogelijkheden lagen daar. De wedstrijd tegen NAC bijvoorbeeld, ja, toen vond ik dat er niet meer in zat. Omdat het was redelijk gelijkwaardig. Maar ik vond heel duidelijk de betere ploeg afgelopen week. En ik vond het veldspel goed. Ik vond dat we heel geconcentreerd waren. We hebben veel kansen gecreëerd. Ik denk dat we het publiek vermaakt hebben met 3 doelpunten. Dan moet je hem wel over de streep trekken. Je zag de uitslagen dit weekend. Als we deze wedstrijd hadden gewonnen, dan hadden we een heel goede voorsprong. Nu hebben we nog steeds een aardige voorsprong, maar nu, anders hadden we een heel goede voorsprong gehad. Dus ja, tegen directe concurrenten punten laten liggen is altijd zuur. Zure gezichten waren er ook al voor de wedstrijd tegen Willem II bij Tarik Tesoudali en Mink Peters. Beide werden om disciplinaire redenen 3 dagen uit de selectie gezet door Stijn. Peters was zonder toestemming buitenshuis gaan trainen met oud-prof en individueel techniektrainer Arno Arts. En Tesoudali zou slecht en ongemotiveerd getraind hebben. Bij VVV willen ze deze week niet meer veel kwijt over de kwesties. Ik denk dat het belangrijker is dat we er een streep onder gezet hebben. En er zijn een aantal dingen voor gevallen. Nou, die hebben we hebben daarop gehandeld. Jongens hebben daar de consequenties daarvan aanvaard. We hebben met elkaar gesproken daarna. Er is een streep onder gezet en we gaan weer verder. Dus ik denk dat dat het verhaal moet zijn op dit moment. De lucht lijkt inderdaad geklaard. Beide spelers trainen weer mee. En speelden volgens Stijn ook naar behoren in het oefenduel van de reserves dinsdagavond tegen de belofte van NEC Nijmegen. Een wedstrijd die overigens met 3-2 werd gewonnen door de Venlonaren. Ja, alles is koek en ei, omdat je bent een volwassen man en je moet met elkaar verder. Dus waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. En nou, in dit geval denk ik dat beide spelers niet zo handig gereageerd hebben op een aantal situaties. Nou ja, dat gebeurt ook. Dingen gebeuren ook in de emotie. En nou, dan moet je met elkaar verder, want we hebben iedereen keihard nodig. En wat mij betreft is er een streep onder gezet. En gaan we ons volledig focussen op de wedstrijd tegen AZ. Peters en Tesoudali zijn dus weer terug. Dat houdt in dat Stijn voor de komende wedstrijd op de al langer geblesseerde Danny Postna beschikt over een fitte selectie. En die kunnen hun borst nat maken, want de huidige nummer 3, AZ, komt zondag op bezoek in de Kool. Ja, AZ is een topploeg. Dat hebben ze de hele competitie bewezen. Ze staan gedeeld tweede. PSV bovenaan. Zij staan samen met Ajax gelijk aantal punten op de tweede plek. En ja, hebben al 6 keer op rij gewonnen. Uit en thuis winnen. Goede ploeg. Heel veel voetballend vermogen. Sterke spitsen. Dus dat elftal klopt. Spelen heel vrij uit, vind ik. Grote talenten. Dus ja, de AZ dat is op dit moment wel, vind ik, een hele sterke ploeg.
Met wat voor boodschap stuur je spelers het veld in dan zondag? Nou ja, goed, zoals we dat ook tegen die andere twee topploegen of drie topploegen hebben gedaan tot nu toe, is ja, proberen de ruimtes klein te houden, strijden voor elke meter. Ja, met een gedegen plan proberen te kijken waar we hun zwakheden kunnen blootleggen en proberen hun sterkheden te elimineren. Dus dat proberen we elke week. Maar ja, het feit is wel dat zij gewoon een uitstekend elftal hebben. Ja, ik denk dat we met onze ploeg altijd een kans maken in de Eredivisie, in elke wedstrijd. Als de organisatie weer goed staat. Ja, wat dan nu wel belangrijk is, dat we wel op de goede momenten bij de standaard situaties scherp zijn. Daar niks weggeven. En ja, als we ze lang op 0-0 kunnen houden, dan komen vast wel een paar kansen voor ons. En daar gaan we voor. In 1993 wonnen de Venlonaren voor het laatst in de Kuil van AZ. En in 2010 werd er voor het laatste punt gepakt tegen toen regerend landskampioen AZ. In een spektakelstuk met een hoofdrol voor Michael Uchebo. Nu wil AZ toeslaan. Ja, dat kan. Hier is de kans en hier is ook de goal. Jawel, van Pontus Wernbloem. Schaken. Valt goed. Ouassar. Ouassar! Wat een goal zeg! Prachtige goal. Wat ruimte zelfs. Dembele. En. Nee, niet de redding, maar ja, wel de redding. En nu ook de goal van Paulsen. El Hamdaoui is vrij. Dat geldt nu ook voor Wernbloem. El Hamdaoui. 1-3. En dat is einde wedstrijd. Die Uchebo daar zag staan. En die is af en toe niet te stoppen. Uchebo, goede bal, schaken, doelpunt. Uitstekende goal, zeg, van VVV. Wat een ruimte daar, bij Diana. Goeie voorzet, Uchebo, en dan is het 3-3. Wat een wedstrijd is dit. En wat een invalbeurt, kent deze Nigeriaan. Oh ja, kijk voor meer VVV, ook zondag naar Omroep Venlo. Dan zenden we de documentaire De 12e Man uit. Deze docu is gemaakt in de laatste weken van vorig seizoen. Weer maakt zoiets met dat ze alle twee de kinderen promoveren naar de Eredivisie. Geliefdtijdig, ook nog in hetzelfde team. Trotser kind ze niet weer op die kinderen. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.